Yo mensen, mijn naam is Job en welkom terug op het kanaal Job naar de Top. En vandaag rijd ik het NK Gravel. Zoals jullie weten, bij de laatste gravelwedstrijd, de Hoeva Gravel, ja, had ik wielen en er konden alleen binnenbandjes in, er konden niet tubeless. En toen heb ik een bericht gekregen van TM Works en die zeiden, Job, jullie mogen mijn wielen wel testen. Zodoende sta ik nu aan de start met TM Works wielen aan het NK Gravel. Ga ik die testen, ik ben heel benieuwd. Op naar het NK. Goedemorgen Job. Goedemorgen. Waar zijn we vandaag? We zijn in Epe. In Epe? Wat is er aan de hand in Epe? We gaan het NK Gravel rijden. NK Gravel rijden, oké. Okay. En wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Volle bak koersen, dat is een beetje het idee. Met goed vertrouwen vanuit vorige week, met goede benen. Die neem ik mee en dan hopen dat mijn techniek me niet in de steek laat. Ja. Daar heb ik wel zin in. Ja, dus het wordt een mooie koers. Aanvallend rijden weer, net als eigenlijk vorige week Midden-Brabant. Zeker, ik hoop dat als dat lukt, dan gaan we daar zeker voor. Ja, dus spullen in orde. Spullen in orde. Dus, rammen maar! Bah. Succes, bam! Hey, goedemorgen. Staan we dan? De cameraman. De cameraman is voor het eerst gevuld. Ik even mijn vader. Ja, lekker weertje voor de start. Dat is een beetje de conclusie eigenlijk van dit korte filmpje. Tot bij de start. Ja, heel veel succes en geef ze uw applaus. Adne Koster zien we erbij. De man van het podium in Rijssen. Schone, mooie shots zien we hier ondertussen. En we rijden nog. Zijn we dan bij het NK Gravel. Bij het Gravel is volgens mij bandenkeuze best wel een ding. Nu had ik van tevoren de Schwalbe G1 RS geregeld. Toen kreeg ik die wielen van TM Works om te proberen. En daar zaten de Schwalbe G1 R omheen. Die band heeft gewoon iets meer grip. En zoals jullie de beelden net konden zien, het regende. En dat had ik natuurlijk ook gezien van tevoren op Bioradar. Dus ik wist wel, het is best wel fijn om een klein beetje grip te hebben. Dus heb ik besloten om deze banden, die RS, er niet omheen te doen. Maar gewoon met de R te rijden. Ja. Dat was mijn bandenkeuze. Ja, op naar de koers. We zijn van start. We zijn al lang al van start. Jullie kijken nu naar de beelden van het NK Gravel. Het eerste deel, zoals jullie kunnen zien, was geneutraliseerd. Ging nog niet hard. En probeerde ik wel gelijk plekjes te pakken. Ging best wel goed. Mijn startpositie was niet optimaal. Ik stond echt vroeg bij de start. Gewoon echt vooraan. Alleen, het ging niet helemaal goed met de vakken. Lang kort verhaal. Het ging gewoon niet goed bij de vakken. Dus ik stond gewoon ongeveer rond positie 80. Wat natuurlijk niet ideaal is, want ja, je wilt natuurlijk vooraan zitten. Vooral op een relatief smal parcours, select parcours. Dus doel 1 was zo snel mogelijk naar voren proberen te komen. Tijdens deze koers, ja, was niet echt optimaal. Ik probeerde echt zo snel mogelijk die gaten dicht te rijden als ik een gaatje voor me zag. En gewoon, ja, zoals ik al eerder zei, mijn doel was gewoon gelijk naar voren komen. Want ja, daar moet het natuurlijk gebeuren. Daar kan je Nederlands kampioen worden, voor in die koers. Na een rondje was er ook een selectieve groep voorin. Een groep van ongeveer 40 man. En daar zat ik bij. Dus dat was top. Het was me gelukt om goed voorin te komen. Maar het kostte best wel wat. Het was best wel een inspanning en ja, het ging ook gewoon gelijk hard door. Dus ik moest best wel even. Ja, ik kon niet gelijk ook weer in die groep gaan schuiven. Dat lukte me nog niet gelijk.
pas anderhalf ronde gereden te hebben, ja, kon ik eindelijk voor het eerst een beetje proberen te gaan schuiven. En op dat moment, ja, gooide Beat de hele boel dicht. Ja, de weg was ongeveer 5-6 breed en Beat had echt heel veel man aan de start. Dus ja, die waren openmachtig en die gooiden het dicht en daardoor kon ik niet mee in een aanval. De aanval die er was, was van 6 Beat-renners. Diftar en Parkertel, dus eigenlijk alle Contis die zaten erbij. En ja, ik zat in het groepje daarachter dus. Ik kon gewoon niet reageren, dat was jammer. Wat gebeurde daarna? Ja, mijn ketting ging eraf. Echt weer gewoon niet optimaal, die ketting eraf. Ik klikte uit daar zo bij de bocht en ja, ging eraf. Ja, het was gewoon niet top. Ik verloor tijd. Ik kreeg ook gewoon die ketting er niet 1, 2, 3 op. Ik haalde mijn vinger open. Het gebeurde allemaal snel. Ik wilde gewoon snel door. En toen ik helemaal door kon, ja, was natuurlijk al best wel een gat ontstaan. Wat ik wel al gelijk door had, was, ja, al keek je nou het begin hoe snel gaten ontstonden. Achter mij zat waarschijnlijk een enorm gat. Dus ik wilde zo snel mogelijk gewoon gas geven en proberen, ja, gewoon weer terug te komen in die voorste groep. Wat, Job? Ketting eraf. Ah, fuck. Tijd om gas te geven in mijn eentje, om te proberen terug te komen bij die groep. Tijdens een beetje zelf rijden, dan ga je toch nadenken van oké, hoe ga ik nog terugkomen bij deze groep? Want ja, je moet wel echt een hele harde inspanning en heel lang kunnen leveren om terug te komen. Want ja, je moet sneller rijden dan die groep om dichterbij te komen. Ik denk dat ik zeker toen ik mijn kettingen weer op had, ja, zo'n 30 à 45 seconden was verloren. Dan moet ik dan dicht gaan rijden op een groep die ook gewoon hard rijdt. Dus ja, ik moest een gelukje hebben. En dat gelukje kwam na ongeveer een halve ronde in mijn eentje te hebben gereden. Er was een valpartij in die groep waar ik naartoe probeerde te komen. Dat was voor mij optimaal, want daardoor heb je weer renners om je heen die ook hard kunnen rijden. En er zat er vooral eentje bij die gelijk weer op de fiets kon stappen en dat was Adne Koster. Ja, dit was echt mijn redding dat hij er was. Ik zei ook gelijk, kom op Adne, samen rijden. Want ik weet als er één man echt hard kan rijden, stabiel hard en dit soort dingen weer terug kan komen, dan is het Adne wel. Dus gewoon gelijk volle bak, volle koker. Ja, probeerde terug te komen. We reden echt hard met z'n tweeën. Gewoon kop over kop. Adne bleef sowieso gas geven, wat er ook gebeurde. Ik probeerde echt, ja, op de stukjes van het asfalt, dan het tempo nog iets hoger te doen. En dan mijn beurtjes te doen. En dan deed Adne weer de technische stukken. En op die manier hadden we echt wel een goede samenwerking. Maar ja, het gat was nog steeds echt wel zeker 45 seconden, ja, toen we bij elkaar kwamen. Misschien wel een minuut. Dus ja, het was echt een pittige strijd om weer terug te komen. Het kan wel, hè, Job? Het kan wel. Kom op, met elkaar. Kom op. Jullie zien ze nog steeds, hè? Kom on, kom on. Oh. Maar na ongeveer 3 ronden volle bak met z'n tweeën te hebben gereden, en we beide meerdere keren hebben gedacht dat we, ja, weer terug waren bij de groep, maar dat niet zo was. Want ja, het is een rondje van 10 kilometer en op het rondje kwam je ook gewoon anderen tegen. Omdat je natuurlijk een rondje reed en ja, er reden ook anderen op het parcours. Ook vrouwen, die haalden je gewoon met een best wel snelheidsverschil in soms. Toen Adne en ik samen reden, toen, ja, haalden we echt super veel groepen in. En elke keer hoopten we dan dat we in die verte een groep zagen. Dat het de groep is waar we dan in thuis hoorden. Alleen dan was het elke keer een groep die we een rondje gingen inhalen. Dus ja, het was echt een pittige strijd. Maar ongeveer 50 kilometer, iets meer zal het zijn, wisten we terug te komen bij de groep. Ja, het was echt een enorme inspanning.
Mijn hartslag was sky high voor de hele tijd om terug te komen. Dat was eigenlijk ook mijn enige manier om weer vooraan mee te doen, voor een uitslag mee te doen. Maar dat kostte wel super veel energie. Tijdens deze inspanning heb ik niet heel veel gedronken, ook niet heel veel gegeten. En daar moest ik ongeveer 2 ronden later de koers op bekopen. Want ik moest lossen. Ik, gewoon uit het wiel. Ik moest lossen, het staat niet op beeld, maar ik wilde wel uitspreken. Ik moest echt lossen gewoon. Ik was gewoon op, na 75 kilometer. Er zat een grasveld in het parcours. Je moest daar echt gewoon zelf trappen op dat grasveld. En je moest echt hard trappen. Het had ook wind tegen. Ik wist elke ronde, je moet daar hard trappen om erbij te blijven. Het lukte me gewoon niet om echt hard genoeg te trappen om er echt bij te blijven. Dus ontstond er een klein gaatje. En dat kleine gaatje, dat werd al snel een groter gat. Dan rij je je eentje ertussen. Ik had nog 2 man bij me. Ja, die waren ook best wel leeg. Maar ik was echt gewoon smoked. Gewoon. Ik was echt gewoon klaar eigenlijk. Na 75 kilometer dus. Toen was de koers natuurlijk nog niet af. Ik moest nog zo'n 50 kilometer strijdend. Ja, ik denk dat ik in tijden niet zo leeg ben geweest. Ik heb daarna natuurlijk gewoon echt proberen weer bij te eten. Maar dan ben je natuurlijk eigenlijk al te laat. Mijn energie was gewoon op. Uiteindelijk hadden we nog best wel een tempo soort van. En gewoon een stabiel tempo. Het was nooit meer dat we natuurlijk terug gingen komen en voor en mee konden doen. Het was gewoon een tempo om te overleven en hopelijk dat er niet meer jongens achter ons vandaan kwamen. Er kwam op een gegeven moment nog wel een groepje van 4 jongens. Ja, daar zijn we gewoon in het wiel bij aangesloten en zij hadden een mooi tempo, dus daar konden we in meedoen. Naar de finish gereden en uiteindelijk kwam ik als 33ste over de finish. Zo, mensen. Dat was het dan, het NK. NK Gravel. Het was zwaar. Het was overleven op het einde, want er zat niet zoveel meer op. Nee, je hebt in het begin, je zat er eigenlijk wel zich, meteen bij. Ik zat er wel gewoon goed bij. Ik heb wel veel opgeschoven op het begin, waardoor ik inderdaad wel bij zat. Toen ging mijn ketting eraf. Na 2 ronden was het, denk ik. Na 2 ronden ging mijn ketting eraf. Toen moest ik achtervolgen. Vol gas gereden. En na een half rondje in mijn eentje vol gas te rijden, was er een valpartij in de voorste groep. En daar zat Adne Koster ook bij. Die kon snel weer opstappen en toen ben ik met hem vol de bak gereden gewoon. Ik denk dat we wel een minuutje hadden of 8 of zo. Dat hebben we weer dicht gereden. Naar de tweede groep denk ik dat het toen was. Toen was het wel klaar. Na 75 kilometer. Dus eigenlijk even te veel gedaan. Om terug te komen. Maar anders komen, was het anders dan. Ja, was ook niks. Was ook niks geweest. Maar wel genoten. Wel tevreden op zich, wel genoten. Oké. Nou, afgezien. Mooi. Tot de volgende koers. Wat is dan eigenlijk? Gaan we even in de retraite of wat gaan we doen? Assedelft. Assedelft nog. Ronde van Assedelft. Die stond natuurlijk ook nog op de planning. Ik heb al gereden, nu dat ik dit opneem. Het ging echt knijtergoed, hè mensen. Ik doe het even snel in deze video, even kort. Ik heb niet volledig genoeg beelden om er een hele video over te maken. Dus even snel kort voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Ik ben 11e geworden. Ik reed echt een super goede koers. Ik denk in tijden niet zo goed criterium heb gereden. Ik reed bijna voor het podium. Want met 14 ronden te gaan, viel ik aan en kreeg ik een jongen van Senza mee. En mijn broer, Bram. En waren we met z'n drieën weg. En we bleven weg tot 2 ronden voor het einde. Super jammer. We werden gewoon teruggepakt door ongeveer een groepje van 10 man. Ik werd uiteindelijk 11e in de koers. Bram werd 2e. Ik moet ook nog maar even gaan oefenen met sprinten of zo na zo'n inspanning. Want daar kan ik ook gewoon nog 2e worden. Dit belooft natuurlijk super veel goeds nog. De volgende video nog het NCK. En dan zit het seizoen erop, mensen. Crazy. Als je dat wil zien, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog en laat een reactie achter als je daar zin in hebt. En dan zeg ik voor nu, adios!